Natuurlijk, René, de onvermijdelijke vraag. Heb je weer genoten van Willem Bahari? Van? Willem, van Hanegem, Bahari. Ja, tuurlijk, maar ja, die Harry is zo mijn... Ja, dat is mijn afsluiting van het weekend, man. Als ik die man niet had, dan... Ja, was niks meer? Ja, dat vind ik zo heerlijk. Hij begon gisteren om 12:30, weet je, 12:30 s'nachts. En dan 2 uur mensen die het volstrekt langs elkaar heen lullen. Dat vind ik zo heerlijk. En dat had hij ook nog... Moet je ook niet meer doen als man van bijna 70. 3 van die boerinnetjes die in die kalender stonden. Ja. Had hij daar zitten van, die heette van een jaar of 18. En ja, dan liet hij ook nog wel merken dat hij ze lekker vond. Ja? Ja. Dan ging hij ook tegen Willem zeggen, 2 mannetjes van 70. Jij liever december of maart? Echt waar? Nou, doe mij maart maar, zei Harry. Weet je wel, er zijn meisjes van 19 jaar. Nee, maar het was weer een hoogtepuntje van het weekend. Ja, genoten dus. Dat is de conclusie. Ja. Nog uitspraken waarvan je zegt, die wil ik even terugzien? Nee, ik wil sowieso wel even dat gesprek met dat vrouwtje van het... die het eten klaar zou maken terug. Ja? Ja, goed? Dat was ook... Nou ja, zo gaat zo'n hele uitzending. Oh. Ik haal er dan 1 dingetje uit, maar zo gaat de hele uitzending. Let op. Ik heb een mooie poelie van mij meegenomen. Uit de Loire vandaan. Kijk eens aan, nou, eens even kijken. Lekker. Ja. Het hele hotel zit vol dan? Ja, nou, we hebben elk weekend wij druk, hoor. Maar het zit nog niet vol, het hotel, neem ik aan. Is goed, hè? Is goed. Ik heb hem ook nog nooit dat hij... Want het is natuurlijk wijn die mensen betalen daarvoor dat hij een slokje neemt. Ja. Maar ik heb hem ook nog nooit dit zien maken, zo van... Gadverdamme, weet je wel. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Hij vindt het altijd goed. Lekker, man. En Willem zat er. Hij vroeg Willem nog even jou te feliciteren. Maar mijn vriend? Dat, ja. Maar dat nee? Nee, dat lukte niet. Nee, is het niet gelukt? Nee, dat, jij hebt het niet gezien, hè? Nee, ik heb het niet gezien. Oké, daar komt hij. Nou, zullen we dan maar een toast brengen op die gené? Marcel ziet er geweldig uit. Proost, Harry. Wil je nog tegen gené iets zeggen, zo spontaan? Nee, iedereen kan zo'n ring verdienen of zo heet dat ding, zo'n ster verdienen. Dus, een ster. Het is niet iets bijzonders, vind ik. Ja. Jij hebt vrienden gemaakt in de jaren, hè? Het zit diep, hè? Ja, het zit heel diep, dat zag ik. Ja, dat is wel duidelijk in het.